Gisteren was Jeroen Pauw te gast bij Renze Klamers talkshow, waar ze de speech van Frans Timmermans, PvdA, bij de VN-veiligheidsraad na de vliegramp met MH17 bespraken. Het fragment van de speech zorgde voor emotie en discussie, waarbij Pauw zijn ongezouten mening gaf over de politicus. In de speech van Timmermans, 5 dagen na de tragische vliegramp, werden de nabestaanden betrokken door te stellen, hebben ze de handen van hun geliefden vastgehouden, hebben ze hun kinderen aan hun hart gedrukt. Renze Klamer vond het een indrukwekkende speech, maar Jeroen Pauw was het daar absoluut niet mee eens. Pauw vond de speech schandalig en beschuldigde Timmermans ervan alles te hebben gelogen. Hij betoogde dat de politicus opzettelijk inspeelde op emoties, terwijl hij wist dat de situatie die hij schetste nooit heeft plaatsgevonden. De passagiers aan boord van het vliegtuig waren waarschijnlijk gewoon bezig met dagelijkse bezigheden en hadden geen idee van het dreigende gevaar. Pauw benadrukte dat emoties gebruiken in de politiek begrijpelijk is, maar dat ze niet misbruikt moeten worden zoals Timmermans dat volgens hem deed. Pauw wees er ook op dat dit niet de eerste keer was dat Timmermans zulke tactieken gebruikte. Hij verwees naar een eerdere gelegenheid waarbij de politicus de tragische dood van een vrouw tijdens een storm toeschreef aan het klimaat, wat volgens Pauw ook een misbruik van emoties was. Politicoloog Julia Wouters, die ook aan tafel zat, was het niet helemaal eens met Pauw en beschreef Timmermans als een warme, empathische man. Toen Pauw haar vroeg of ze van de PvdA was, bevestigde ze dat. Kritiek op Timmermans bleek niet beperkt tot alleen Pauw. Boris van der Ham plaatste een tweet waarin hij de politicus als onsympathiek omschreef, met een neiging om naar beneden te trappen en naar boven te likken. De discussie aan de talkshowtafel illustreerde de verdeeldheid over Timmermans, aanpak van politieke communicatie en het gebruik van emoties in zijn toespraken.